De warm-up van vandaag is 100 jog steps, 10 leg swings per been, 10 meter toe walk, 10 meter heel walk, 10 meter outside foot walk, 10 meter inside foot walk, 10 meter Samson lunge with stretch, 10 meter lunge met rotatie, 10 meter pulling knee to chest, 10 meter foot to chest, 20 meter side shuffle, 20 meter tapioca's, 20 meter hand to toe walk en 20 meter heel flicks. Zorg er bij de jog steps voor dat je op je plaat jogt. Je armen gaan met je lichaam mee heen en weer. Bij de leg swing pak je met je hand iets beet, bijvoorbeeld een durpels, die zwaait je been heen en weer opzij. Bij de toe walk breng je je handen in de lucht. Je zorgt ervoor dat je handpalmen omhoog wijzen. Je mag je vingers in elkaar doen. Dit is het makkelijkst. Vervolgens loop je op je tenen met je handen in de lucht 10 meter. Je zorgt er bij de heelbalk voor dat je borst opblijft en je op je hielen 10 meter gaat lopen. Zorg ervoor dat je kleine stapjes maakt bij de heelbalk. Bij de outside footwalk loop je op de buitenkant van je voeten. Houd je borst rechtop en loop kleine stapjes. Bij de inside footwalk loop je op de binnenkant van je voeten. Hou je borst rechtop en loop kleine stapjes. Bij de Samson lunge zijn je armen in de lucht en je handpalmen wijzen weer naar boven. En je drukt je vingers in elkaar, net zoals bij de toe walk. Vervolgens maak je een lunge terwijl je armen nog steeds in de lucht zijn. In de eindpositie van je lunge duw je je heupen naar voren en gaat je bovenlichaam naar achteren, zodat je een stretch hebt. Vervolgens kom je omhoog en doe je hetzelfde met je andere been voor. Bij de lunge met rotatie zijn je armen langs je lichaam. Vervolgens maak je een lunge en roteer je de kant van je achterste been. Dan kom je weer omhoog en doe je dit met je andere been voor en roteer je weer naar je achterste been toe. Bij deze oefening mag je gewoon lopen. Je maakt een stap waar je knie vervolgens omhoog gaat, richting je borst. En je mag met je handen helpen om een kleine stretch te creëren. Vervolgens zet je je voet weer op de grond neer en maak je een nieuwe stap en doe je je andere been in de beurt. En die trek je vervolgens weer naar je borst met een kleine stretch. Bij deze oefening mag je gewoon lopen. Je maakt een stap en vervolgens wil je je voet richting je borst trekken met een kleine stretch. En dit doe je door je voet richting je borst te trekken met je handen. Zorg er bij de side shuffle voor dat je armen in één lijn zijn. Ook probeer je je hoofd stil te houden. En vervolgens ga je een zijwaartse shuffle maken. Je bent een beetje een krab. Bij de tapioca's gaan je voeten elke keer over elkaar heen. Je armen en handen hou je op één lijn. Zorg ervoor dat je kleine stapjes maakt. Bij de hand to toe walk mag je ook gewoon lopen. Je zwaait je been omhoog en tik met je hand je tenen aan. Als je je rechterbeen omhoog zwaait, tik je met je linkerhand je tenen aan. Probeer zo hoog mogelijk je been omhoog te zwaaien. Blijf goed naar voren kijken. Bij de heel flicks zorg je ervoor dat je hakken richting je bil gaan. Je borst blijft op, je duwt vervolgens je heupen naar voren en je knieën naar achteren. De workout van vandaag is een run workout. De workout gaat als volgt. 4 rondjes voor time, van 200 meter rennen en 10 burpees. Zorg ervoor dat je een goed tempo vindt tijdens het rennen en de burpees. Begin niet te snel, dan ga je jezelf heel snel tegenkomen. Probeer tijdens het rennen rustig door te ademen. Probeer de techniek van pose running toe te passen als het lukt. Als je kleine stukjes het pose running toepast, is het natuurlijk helemaal goed. Bij de burpee begin je rechtop. Vervolgens zet je je handen voor je neer en spring je naar achteren tot je borst op de grond ligt. Vervolgens spring je weer terug om rechtop te eindigen. Als je rechtop geëindigd bent, dan klap je boven je hoofd en nu is de burpee pas voltooid. Dan mag de burpee natuurlijk ook stappen. De scaling voor deze workout is 3 rondjes voor time van 200 meter rennen en 10 down-ups. Zorg ervoor dat je een goede pace hebt in de workout. Probeer tijdens het rennen rustig door te ademen. Probeer de techniek van pose running toe te passen als het lukt. Als je kleine stukjes het pose running toepast, is het natuurlijk helemaal goed. Bij de down-up begin je rechtop en zet je vervolgens je handen voor je neer. Je stapt naar achteren tot plankpositie. Vervolgens stap je weer terug om rechtop te eindigen.
Je mag natuurlijk ook springen. De cooling down vandaag is walk it off. Dat betekent dat je rustig aan gaat wandelen en je probeert je te focussen op het nose breathing.